Het lang verwachte ebola-vaccin komt nu echt dichterbij. Nepwapen gevonden op het Da Vinci College. En de werkzaamheden rondom het Engelendaal gaan beginnen. Welkom bij het Unity TV nieuws van donderdag 5 maart. Even was het spannend vanmiddag op het Da Vinci College bij Lammenschans in Leiden. Omdat er een mobiele telefoon van een docent gestolen was, werden tassen en kluisjes van leerlingen doorzocht. Tijdens deze controle werd er in een van de kluisjes een BB-wapen aangetroffen. Dit is een nepwapen dat wordt gebruikt tijdens veldslagsimulatiesport. Maar de gele balletjes waarmee het geladen wordt kunnen toch nare verwondingen veroorzaken. De meeste type BB-wapens zijn dan ook verboden in Nederland. Agenten waren snel ter plaatse en de politie liet al vrij snel op Twitter weten: het gevonden wapen is niet echt. Er is geen reden voor onrust. Het betreft speelgoed. Op maandag 23 maart beginnen de werkzaamheden voor de herinrichting van de kruispunten van Engelendaal in Leiden-Dorp. De werkzaamheden zullen zo'n 5 maanden duren. En in die tijd wordt de verkeersinstallatie vervangen, worden er rijstroken aangepast en aangelegd, wordt er opnieuw geasfalteerd, wordt er groen herplant en een faunapassage aangelegd. De herinrichting is behoorlijk ingrijpend en brengt ongemak en mogelijke overlast voor de omgeving met zich mee. De aannemer zegt er alles aan te doen om die overlast te beperken en Engelendaal zo goed mogelijk bereikbaar te houden. De waterschapsverkiezingen op 18 maart zijn een uitgelezen gelegenheid voor Marijn Tinga om het plasticprobleem in de Noordzee weer op de agenda te zetten. De kunstenaar, alias de Plastic Soup Server, is ambassadeur van de waterschapspartij Water Natuurlijk. Om samen met deze partij aandacht te vragen voor schoon water en schone zeeën demonstreert Tinga op zaterdag 14 maart om 2 uur 's middags op de Stille Rijn zijn nieuwe kiteboard. Vorig jaar surfde de Plastic Soup Server langs de Nederlandse kust naar Duitsland. En ook dit jaar is hij van plan om op zijn nieuwe kiteboard, gemaakt van afvalplastic, een lange tocht te maken. De reis voert hem deze keer naar Noorwegen. Denk je aan Japan, dan denk je aan kimono's. Maar kimono's zijn niet alleen maar kledingstukken. De nationale dracht van Japan is een regelrechte kunstvorm. In het Sieboldhuis zijn momenteel 16 topstukken te bewonderen van Ichiku Kubota, kimono-kunstenaar ten voeten uit. Er zijn minstens 40 verfbaden, 300 kleuren en een heel jaar handwerk nodig voor 1 Kubota-kimono. Meneer Kubota heeft jarenlang geprobeerd om die techniek te herleiden. En is met een speciale werkwijze gekomen waarbij hij dus draden van gouddraad mee heeft laten weven. Waarbij hij beschildert, hè, zoals we hier bijvoorbeeld zien, de bloemen die met inkt daarna zijn ingeschilderd. Zijn inspiratiebron is de natuur geweest. Dat zie je terug op al die kimono's. Door zijn enorme vaardigheid van het kleuren van de stoffen en het bewerken met gouddraad en met goudfolie heeft hij geprobeerd om bijvoorbeeld de zon die door wolken schijnt, om die te vatten in die prachtige kimono's. 16 unieke stukken. En het is voor het eerst dat ze hier komen. Van deze 16 stukken zijn er 14 voor het eerst buiten Japan. Dus dit is een kans om topstukken op het gebied van kimono te zien in Japan Museum Sieboldhuis. Tot met 31 mei van dit jaar. Goed, we volgen. Ja, prima. Ja. Goed. Minister Ploemen van Ontwikkelingssamenwerking bracht gisteren een bezoek aan het Leidse bedrijf Janssen. Daar wordt op dit moment baanbrekend onderzoek gedaan naar een vaccin tegen ebola. Hard nodig, want ondanks dat de ziekte uit de media verdwenen is, is de uitbraak van ebola in West-Afrika nog niet onder controle. Nee, was dat maar zo. Dat is niet zo. Natuurlijk is het zo dat de epidemie veel meer onder controle is dan een aantal maanden geleden. Maar het is echt nog niet over. En in sommige gebieden, vooral in Guinea, maar ook in sommige delen van Sierra Leone, hebben we zelfs weer een vernieuwde uitbraak gezien. Dus de urgentie van het probleem is eigenlijk nog helemaal niet weg. Maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen.
Want Janssen is in een vergevorderd stadium in het onderzoek naar een vaccin tegen ebola. We hebben op dit moment ons vaccinkandidaat in de kliniek. Dus we testen de veiligheid van het vaccin in mensen. En ook of het de afweerreactie opwekt die hopelijk straks voldoende zal zijn om mensen te beschermen tegen ebola-infectie. Hier doe je normaal een puntje aan en dan kun je vloeistof mee opzuigen. Ja. En dan kun je dingen verdelen en verdunningen maken. Mm-hmm. Deze heb je er eentje. Die robot heeft een kop en die kan 96 tegelijk. Minister Ploemen kreeg bij Janssen een rondleiding, waarbij verteld werd hoe ver het bedrijf is in het onderzoek. Ja, ik ben heel positief gestemd. Ik heb hier gehoord hoe ver men is met de ontwikkeling van een vaccin. Dat wordt nu in kleine groepen getest. De wereld kan eigenlijk niet wachten totdat er een vaccin is. En in Leiden kan het vaccin tegen ebola volgend jaar al klaar zijn. Ik verwacht dat eind van het jaar in ieder geval de werkzaamheid van die vaccins aangetoond zal zijn. En het zal dan afhangen van de stand van zaken in de epidemie, in de uitbraak. Of het nog nodig is om grootschalig te gaan vaccineren. Minister Ploemen was onder de indruk van de resultaten bij Janssen. Maar benadrukte ook het belang van het bedrijf voor de Leidse regio. Nou, Janssen is natuurlijk een bedrijf wat ons na aan het hart ligt. Hier gevestigd in Leiden. Doet heel veel goeds voor de wereld. Maar laten we niet vergeten, doet ook heel veel goeds voor deze regio. Want creëert werkgelegenheid. Janssen heeft hier geïnvesteerd de afgelopen jaren. Niet alleen maar in apparatuur, maar ook in personeel. En elke baan is er één. We zijn er heel erg trots op dat hier in Leiden zoveel mensen ook kunnen bijdragen door hun werk hier bij Janssen aan de ontwikkeling van een ebola-vaccin, maar ook aan de andere vaccins waar hier aan gewerkt wordt. En dan nog het weer. Vandaag begon nevelig, maar toen de zon doorkwam leek het wel even lente. De weerfoto van vandaag werd gemaakt door Joep van der Stel in Leidendorp. Vanavond is het licht bewolkt en de temperatuur zakt vannacht naar 4 graden. En ook morgen is het bewolkt, maar 's middags komt de zon door en de middagtemperatuur stijgt tot ongeveer 10 graden. En de rest van de week hebben we te maken met sluierbewolking en eigenlijk best veel zon voor deze tijd van het jaar. De gemiddelde temperatuur ligt rond 12 graden. En tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Vrijdagmiddag om 5 uur melden we ons weer. En in de tussentijd houden we je op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. Ik wens je nog een heel fijne dag.